Duurzaam handelen, waar gaat het over? Duurzaam wil in de eerste plaats iets zeggen of iets lang meegaat. En duurzaam handelen wil ons aanmoedigen om zorgzaam om te gaan met onze natuurlijke grondstoffen en met mensen. Met grondstoffen bedoelen we die materialen die we in een proces nodig hebben om producten te maken of te produceren. De meest bekende natuurlijke grondstoffen zijn hout, drinkbaar water, vruchtbare bodem, maar ook aardgas, olie, steenkool, ertsen, fosfaten die we dieper in de aarde moeten ontginnen, zijn grondstoffen. Grondstoffen worden steeds schaarser en daarom is het ook belangrijk dat we ons steeds meer richten naar hernieuwbare grondstoffen, grondstoffen die niet eindig zijn. Respectvol omgaan met mensen is ongetwijfeld een onderdeel van duurzaam handelen. Het gaat om zorg dragen voor het welzijn van mensen, maar ook van de maatschappij als geheel. Denk maar aan gezondheid, veiligheid, diversiteit en mensenrechten. Door duurzaam te handelen kunnen we ervoor zorgen dat we nu en in de toekomst onze levenskwaliteit kunnen behouden. Het is wel noodzakelijk dat we dit voor ieder mens even hoog kunnen doen. En met duurzaam handelen kunnen we daar echt het verschil in maken. Ook al is de aarde groot, toch is de oppervlakte beperkt voor zoveel mensen waarmee we samenleven. In deze module tonen wij u voorbeelden van duurzaam handelen in de praktijk. Dankzij jouw duurzaam handelen stellen we de industrie in staat proper te produceren. Hiermee zetten we een hele nieuwe economie in beweging die op basis van zuiver productie, van cleantech dus, tot nieuwe werkgelegenheid kan leiden. Zo tekenen we een toekomst voor jou, voor alle mensen uit alle lagen van de bevolking, met gelijke kansen voor iedereen, waar ook ter wereld. En we gaan resoluut voor nieuwe en duurzame jobs.